Door dezelfde groep, Koes van Einde, Bart Bakker, Joep de Bok, Alicia van der Heuvel, Rink Weiland en Jurre van Hater. De tweede halve finale, het nummertje 78, Talent BMX teamrijder, Koes van Einde, positie nummer 1. Van de einde hier van Talent BMX team, hoor. Onder leiding van Harm van Brussel, plaats nummer 1. We gaan kijken, van der Heuvel, plaats nummer 3. Joep de Bok, plaats nummer 5 in dit geval. Kan hij hier naar voren schuiven? We kijken nog, 78, Guus van Einde, plaats nummer 1. De tweede plaats gaat naar 253. De Maaslandser, positie nummer 2. We zien de Bok naar voren schuiven, naar plaats nummer 3. De vierde plaats gaat naar de deurtrapper. De deurtrapster, Alicia van der Heuvel. Maar de eerste halve finale. Tel een BMX team, Guusje van der Einde. Dezelfde groep, de boys tegen en girls 10 jaar. De kopstart lijkt hier te gaan. Maar even kijken, super dieper mee door Tim Goossens. Goossens in gevecht met de Leon door het Valkenswaard en Loco Loop BMX. De gele kleur hier van voren, Kasper Piepers, plaats nummer 1. Sam Laurensen, Tim Goossens, Joep Maandons, Gijs Adriaanse en Stem van Stef van Os. Zij zijn hier op de baan voor de eerste halve finale. Positie nummer 1, Kasper Piepers, plaats nummer 1. Super dieper mee door Tim Goossens. Positie nummer 2 of 3, want we gaan kijken, 2.34. Hij weet hier naar voren te stomen, Joep Maandons, plaats nummer 2. De 2.78 gaat naar de derde plaats, Sam Laurensen. De eerste halve finale, Kasper Piepers. Nou is de vrijde race nummer 5, de boys van 11 en de girls van 12 jaar. Twee keer een voorbak, we gaan kijken hoe de wiels met Peter van Lankjouw, Veldhoven Jara van Maandons, de wiels met Max Dummeling, 3-10 Wessel van Dijk, Veldhoven Rijen met Hagel, de plakpunters met de Jelle Boekelmans, Flying Devils met Bart Adriaanse en Jordi Vermeulen. Vermeulen hier rijdt op zijn thuisbaan, in dit geval in positie nummer 7. Want we gaan hier naar de koppositie, hoor. We gaan kijken naar Rijen met positie nummer 2. De eerste plaats lijkt te gaan naar het nummertje 204, Jara Maandons, 387 en de nummer 11. Pieter van Langveld, positie nummer 3, de vierde plaats in dit geval voor Wessel van Dijk, eerste halve finale. Riders ready, watch the guide, race nummer 6. Dream Team, Rick Timmerman, Steun TV. We gaan kijken of Quinn Leenders, Len Verstegen. En Verstegen hier, lijkt hier de man te zijn met de kopstart. We gaan kijken, Verstegen hier in gevecht met Van der Zander, Daan Engelen, Gijs Vliegen en Ruben van Eteren. Dit zijn de achterrijders hier op weg richting de tweede bocht. De Leon door, we gaan kijken hoe de Leon door. Len Verstegen, Milan, positie nummer 1. Roelkoerloek, BMX Racing, Verstegen, plaats nummer 1. BMX Dream Team, Rick Timmermans, tweede positie. De derde en de vierde plaats, nummertje 252. We gaan kijken, de derde plaats lijkt te gaan naar Quinn Leenders en Tom Kibiet, positie nummer 4. De eerste halve finale gaat naar, even kijken, Lende van Steken. Twee keer een halve finale voor allemaal van deze rijden. De halve finale, race nummer 8. Kevin Sisse, Nina van der Bomen, Joey Dielissen, Wino van Rijswijk, Anja Jacobs en Remco Engeland. De kopstart gaat hier naar de rijster van Valkenswaard, Leon door BMX Racing. Nina van der Bomen, laatste nummer 1. Weleens gaan we kijken, hoor. We zien de kleuren van Amber Zooy en de kleur van Wiels vandaag. Joey Dielissen en Wino van Rijswijk. Zij lijken hier op dit gebouw in de eerste vier te zitten. De eerste vier gaan naar die finale met Nina van der Bomen, laatste nummer 1. De tweede plaats gaat naar Kevin Sisse, plaats nummer 3, 283. En dan kijken door Joey Dielissen, positie nummer 3. De vierde plaats gaat hier naar Wino van Rijswijk. Eerste halve finale zijn gereden. Nou, we ongeveer een kwartier 20 minuten.